Vandaag gaan we een favoriet stukje materiaal van mij laten zien. Kijk, als je naar de sportschool gaat en je gaat misschien wel 3 keer, 4 keer, 5 keer in de week, dan wil je natuurlijk echt iedere minuut nuttig besteden. Als je daar komt, als je hier komt en je gaat zomaar een beetje lopen lanterfanten, prima, alleen is wel een beetje zonde van je tijd. En als we dan ook nog eens een keer één stuk materiaal kunnen kiezen waarmee je simpelweg kan afslanken, waarmee je spiermassa kan opbouwen, waarmee je kracht kan opbouwen, zou fantastisch zijn. Dus de eerstvolgende keer dat jij naar jouw sportclub gaat en je denkt, joh, ik heb eigenlijk geen flauw idee wat ik moet doen, dan grijp je naar één stuk materiaal en die staat daar. Wat wij daar in dat wazige beeld zien, dat is de sled, de power sled. Kijk, als we kijken naar trainingsdoelen, dan hebben we over het algemeen afslanken, kracht opbouwen of spiermassa opbouwen. En het trainingsprincipe van afslanken is vaak hartslag omhoog, hoge intensiteit, knallen. En de doelstelling van kracht is ook explosiviteit uiteraard, alleen op een hogere intensiteit. Natuurlijk serieus veel gewicht en meer lomper, stugger trainen. En als laatste hebben we natuurlijk spiermassa en dan hebben we een continue spanning nodig op een 60, 70, 80% van je kunnen. En daarmee bouwen we spiermassa op. Eén dingetje kan dat en dat is die heerlijke slee. Kijk, stel je ervoor je zegt, Raymond, we gaan afvallen, ik ga die slee pakken. Perfect. Klein beetje kilo erop. We zetten die schouders bijna tegen die stang aan. En paf, we rennen die baan over. Wow. Grappig, gewoon heen en weer rennen. Prima. Doe er nog een oefeningetje bij. En je hebt een fantastische conditionele training. Of een fantastische afslanktraining, om het zo maar te noemen. En als we zeggen, joh Raymond, ik wil me gaan voorbereiden voor de truckpool. Dat hebben we hier al een keer gedaan. We willen een vrachtwagen gaan trekken. Prima. Wij pakken diezelfde slee. We kunnen eventueel een harnas omdoen. Maar we kunnen natuurlijk ook gewoon de buizenbeet pakken en hoppakee, we gooien er zoveel mogelijk kilo's op en lopen. Gewoon explosiviteit in die benen gooien en hoppakee, serieus veel kilo. Prima om sterke benen van te krijgen. En als laatste hebben we natuurlijk het spiermassa doelwind. Dus je zegt, joh Raymond, ik wil echt spiermassa opbouwen. Ik wil gaan bodybuilden. Prima. Gooi iets minder, haal er een paar schijfjes af. Doe 80, 60% van je kunnen daartussenin. En stap rustig beheerst. Zorg dat die benen gaan verzuren. Zorg dat je niet gaat sprinten. Gewoon rustig en beheerst. En er zijn er een aantal variaties natuurlijk. Kijk, we kunnen natuurlijk die schouders tegen die stang aanzetten en naar de overkant sprinten. We kunnen een touw pakken en hop, roeien. We kunnen een harnas omdoen. Dit is geen instructievideo voor een sleetraining. Google maar eens op sledtraining of sledtraining exercises of iets dergelijks. Er bestaan echt honderden oefeningen met één zo'n stukje materiaal. Het is een fantastisch stukje materiaal. Dit was Raymond Schultz, totdestreng.nl. Ignite your fire and grow stronger.